and coughing a bit. I never get used to this. They lived here long enough. Enough, I sent them out of the house. I don't wanna wait until their toes are cold. But enough. Ja, wat dat mij bijvoorbeeld aansprak, zeker toen ik met Absent Mind begon en toen ik tekst aan het schrijven was, was zo'n schrijver als Henry Miller, de manier waarop hij vertaalt, de manier waarop hij beschouwt, zo dat het aspect van eigenlijk niet betrokken te zijn en toch een schouwspel voor je ogen te zien. Die muziek komt van zo ver terug, van zo ver ook letterlijk. Een land waar het nog nooit geweest is. En ik vind het fantastisch dat je daarna kunt luisteren en dat je dat ook kunt raken. Dus er is ongelooflijk veel muziek die ik inspirerend vind. Ik weet niet of je dat dan letterlijk gaat horen in de muziek, maar het is een soort attitude dat ik ja, wel zoek naar nieuwe dingen. They ruined my summer. Op papier leek mij dat al zo'n interessant persoon, omdat iemand is die naar Bamako in Mali gaat daar en die daar in die studio werkt en daar met die Afrikaanse muzikanten, wat toch niet zo evident is volgens mij, maar die daarmee samenwerkt en die op die manier dat aanpakt. En dat leek mij misschien wel interessant ook met Absent Mind. We zijn ook echt vijf verschillende individuen en vijf mensen die je toch moet leren kennen. En, goede producer, die ga je niveau naar boven halen, denk ik. En dat is wel gelukt met Jean. Ik ben best wel blij met het feit dat de alternatieve radio's en de commerciële radio's nu aan van draaien. Dat we daar succes hebben, ik vind dat fantastisch. Maar graag ook in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. En ik ben realistisch, we hebben die machine nog niet achter ons. Maar die ambitie is er wel. In winter they live sleep. In spring they lie flat at the first one. Ik geloof dat je moet blijven optreden, dat je moet blijven nieuwe mensen overtuigen van je, nieuwe mensen die fan worden van je, nieuwe landen aandoen. Dat is het gewoon. België is zo klein. België en Nederland samen is ook klein.